Ik vind programmeren heel erg leuk. Je kunt alles maken en je kunt je creativiteit erop loslaten. Maar toch zijn er zo weinig programmeurs. Maar hoe komt dat precies? Vroeger waren de computers niet zo ontwikkeld als nu. Nu kunnen we zonder moeite op internet. En de leukste games spelen. Maar vroeger was het heel anders. Toen kon je namelijk niet internetten. En als je games wilde spelen, moest je die zelf intypen of inladen. Dat wel een kwartier kon duren. Ook waren er toen mogelijkheden als Visual Basic, een programmeertaal, om te kunnen programmeren. Dan snap je wel dat er vroeger meer informatica studenten waren en dus meer programmeurs. Nu alles zo goed ontwikkeld is, denken de mensen er niet meer bij na om te leren programmeren. Er zijn er nu veel te weinig programmeurs. Het is dus heel belangrijk om les te krijgen in programmeren. Dan weet je ook of je talent hebt of dat je het heel leuk vindt. Als er in de toekomst te weinig programmeurs zijn, die moeten dan die geweldige games maken en apps die we zo leuk vinden. Leraren denken vaak dat programmeren te ingewikkeld is om te leren en dat ze het al zo druk hebben met alle andere vakken. Maar programmeren is veel makkelijker en leuker dan iedereen denkt. Om dit duidelijker te maken, ga ik 5 programmeertools laten zien die leuk zijn voor op school. We beginnen bij Bomberbot. Bomberbot is een programmeertool die speciaal is ontwikkeld om op school te leren programmeren. Je kan altijd thuis verder gaan en een abonnement voor 1 persoon aanvragen. De bedoeling van Bomberbot is om 16 missies te voltooien, die elk een stuk of 20 opdrachten heeft. Elke missie heeft een bepaald onderwerp die je vaak terugvindt in het programmeren, waardoor je de basis van het programmeren leert. Tussen de missies krijg je hulp van Andrew de robot, en krijg je om een missie een filmpje te zien waarin ik een introductie geef van het onderwerp. De bedoeling van Bomberbot is om alle sterren te verzamelen en de robijnen te vernietigen. Dit kan je doen door commando's te geven aan de robot. Dat doe je via blokjes. Elk blokje heeft zijn eigen commando. Bomberbot zit nu nog in de ontwikkelfase, maar het is al wel het proberen waard. Voor leraren is het ook makkelijk, aangezien er een hele duidelijke handleiding wordt aangeboden. Kortom, is het een hele geschikte tool voor school. Wat ook heel veel wordt gebruikt is Scratch. Scratch is een programmeertaal die helemaal is ontwikkeld voor kids. Om programma's te maken met Scratch hoef je geen code te typen. In plaats daarvan moet je blokjes naar elkaar toeslepen om een programma te maken. Het heeft heel veel weg van het bouwen met Lego. Je bouwt als het ware torentjes met blokken die elk een ander commando hebben, die uiteindelijk geheel een programma worden. Je kunt je project ook delen op de Scratch-site. Momenteel zijn er meer dan 10 miljoen projecten gedeeld op Scratch. Misschien kun jij ook eens een Scratch-project maken en online zetten. Misschien speel je jouw klasgenoten jouw game. Hoe cool! Wie weet maak je vrienden via Scratch zelf. Scratch zou heel goed zijn voor scholen. De Scratch software is helemaal gratis en bij het maken van een project heb je bij het vraagtekentje in de rechterbovenhoek een gedeelte waar je heel veel uitleg kunt vinden. Zijn de leraren ook weer blij? Mochten er nog wat vragen zijn, dan kan je die stellen in het forum op Academy.nl of naar mijn eerdere Scratch lessen kijken. Dan hebben we nog de Raspberry Pi. De Raspberry Pi is een computer van 35 euro die even groot is als een pinpas. Ja, je hoort het goed. Net zo groot als een pinpas. Ondanks deze minicomputer zo groot is als een pinpas, kan hij oneindig veel. Je kunt er bijvoorbeeld een robot mee maken, een alarmsysteem, supercomputer, gewoon op programmeren en heel veel meer. Dit is een geweldig initiatief voor scholen, juist omdat deze zo goedkoop is en je er toch heel veel op kunt doen. Misschien is het dan leuk om een Raspberry Pi hoek te maken. Wat tijdens de vorige codeweek was aangekondigd, was de Benderbox. De Benderbox is het pakket waar alles in zit wat je nodig hebt om aan de slag te gaan met de Raspberry Pi. Er zit onder andere een hele leuke en een handige handleiding bij, waarmee je snel aan de slag kunt en de basis leert van de Raspberry Pi. Dus voor leraren is dit ook ideaal. Als je vragen hebt, kan je die stellen op het forum op benderbox.nl.
dan wordt hopelijk je vraag beantwoord. Dit is niet het enige wat je op het forum kunt doen. Je kunt er ook codes op plaatsen, dus laten zien hoe je iets programmeert. En je kunt er ook video's op plaatsen, zodat je via de video kunt laten zien hoe je een bepaald programma maakt of iets anders. Je kunt ook andere mensen volgen. De posts die je plaatst kunnen ook worden geliked via sterren. Daarmee kan je punten halen. Als je genoeg punten hebt, word je een Bandoo-guru. Ook krijg je voor 2 jaar lang een eigen .nl-domein. Dat is voor 2 jaar lang een gratis eigen website. In het boekje staat hoe je die host op je Raspberry Pi. Gaaf toch? Ga dus nu aan de slag en wie weet word jij wel een Bandoo-guru. Het is natuurlijk ook leuk om organisaties naar de school zelf te laten komen. Zo heb je bijvoorbeeld Codeuur. Codeuur is een organisatie die vrijwillige gastdocenten regelt die in groep 7 of 8 een lijst programmeren geeft. Hiermee willen ze kinderen en de leraar ook enthousiast maken voor het vak van de toekomst. Hiermee laten ze aan de kinderen zien dat programmeren heel leuk is om te doen en laten ze de leraren zien dat programmeren niet moeilijk hoeft te zijn. En een groot voordeel voor de school? Het is gratis! Nadat je deze film hebt gezien, weet je misschien dat het heel belangrijk is om in ieder geval kennis te maken met het programmeren. Als je niet mee in aanraking komt, weet je ook niet of je het leuk vindt of dat je talent hebt. Het is dus ook belangrijk dat je leraren in aanraking laat komen met programmeren en dat ze gaan beseffen dat het niet moeilijk hoeft te zijn. Tuurlijk zijn sommige delen moeilijk, maar als je het even niet weet, is er altijd een oplossing te vinden.